Nou, toen ik haar oproep zag, wist ik meteen dat ik in de eerste de beste postkoets moest springen om af te reizen naar Portugal. Om daar deze jonkvrouw te verschalken. Want ach, wat is het toch een prachtig bedank. Hoe ze zo loopt met die beentjes en die armpjes en die grote lippen. En hoe ze zo heel de dag bij dat zwembad zit met haar hondje. Met dat kleine kontje van drag. Ik ben nog nooit zo verliefd geweest in mijn leven. Ik ken de vrouw niet, maar ik ben nog nooit zo verliefd geweest.